De Nationale Garde van South Dakota is op dit ogenblik in Suriname voor het schoolrenovatieprogramma die sinds 2016 wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname. De eerdere scholen die werden gerenoveerd zijn OS Santo Dorp in 2016, OS Majosteeg in 2017, OS Rakaraka in 2018, OS Masklimmen in 2019, OS Magenta in 2022, OS Marienburg, OS Blauwgrond en OS Afobaka in 2023. Dit jaar zullen OS Dijkveld en OS Alberga aan de beurt komen. We hebben een gesprek gehad met een van de onderofficieren van het Nationaal Leger van Suriname, Jimmy Louten, en hij vertelt er meer over. Het is een project dat sinds vorige week woensdag gestart is. En het gaat om het renoveren, het renovatiewerkzaamheden. Wat we tot nu toe hebben gedaan, is als u zo dadelijk kunt filmen, zijn de renovatie van zinkplaten vernieuwen. We hebben een aantal lampen, alle deursloten. En de toiletruimte hebben we alle toiletpotten, sisters verwisseld. En zoals u kijkt, deze gazen worden ook vervangen. Als u daar kunt zien. En dit project is als ik het goed heb, is het tot vrijdag. En waarschijnlijk zaterdag doen we de opruiming. Hoeveel scholen worden gerenoveerd? Het gaat tot nu toe om 2 scholen. De OS Dijkveld en de OS Alberga school. Door wie worden de werkzaamheden verricht? Het gezamenlijke werkzaamheden worden door het Nationaal Leger en het leger van het Amerikaanse leger. Wat vindt u van de samenwerking tussen de Surinaamse militairen en de Amerikaanse militairen? Oh, heel fijn hoor. We leren van elkaar, ze leren van ons, we leren ook van hun. Dus echt fijn om met ze te werken hoor. Ja, jullie mikken op vrijdag. Denk je dat het voor vrijdag haalbaar is? Ja, met man en macht zullen we daar moeten werken om het klaar te krijgen voor vrijdag. Ja, en u gaf daarnet aan, er zijn verschillende scholen die aan de beurt zullen komen. Hoe belangrijk is dit voor Suriname als we praten over het renoveren van scholen? Het is een heel goed project. Vorig jaar hadden we OS Marienburg en dit is een project dat elk jaar wordt verricht door het leger van Suriname, het leger van Amerika. En waarschijnlijk wordt het ook door hun gefinancierd. We hebben ook gesproken met een van de sergeanten van het Nationaal Leger van Amerika, Kyle Pochley, en hij vertelt hoe hij de samenwerking vindt tussen de Amerikaanse militairen en de Surinaamse militairen. No, I think overall we've had a good strong partnership working through the projects that we have. We've learned a lot from the Surinamese soldiers. They've actually taught us a lot and we're able to share some of our knowledge. It's going very well, very well. Is the first time you participate in Suriname? Yes, it is. It is my first time in Suriname. Which part of the work is very important? The most important part would probably be this roof. There's a lot of water damage that we've seen in the panels. Throughout the structure, we're also, when we get on the roof, there's a lot of rusted out spots. So it's very important that we get this structure sealed, watertight, so there's no leaking water while the students are at work or at school. Excuse me. How important is this work for Suriname school? It's very important, I would think. It's going to help better the students' learning environment and allow them to learn in a controlled, better environment than what the leaking roof and brighter lights, and allow them to see their work and feel more comfortable in their learning environment with it. Where do you think this project is finished? We are hoping to have this finished within about the next 5 days. So we have a lot of work to work through, and hopefully we'll hit that target. What is your message to the Surinamese community?
continue to take pride in your community. We're going to put a lot of effort in here. You know, just keep putting that pride in your community and take care of what we've put up.